bij Henk Ruiter ontmoet Petra Berger. Hallo Petra, wat leuk dat je er bent. Ik vind het ook leuk, Henk. Hartstikke leuk. In aanloop naar dit programma heb ik eens een beetje zitten zoeken op YouTube. En jij gaat al heel wat jaartjes mee. En toen vond ik een heel leuk filmpje. Daar gaan we eerst eens even naar kijken. Oké. Perfect situations must go wrong. But this has never yet prevented me. Was dit in de 80 jaar of zo? 87. Schattig, hè? Ja. Geweldig. Hoe lang ben je bezig om dat haar zo te krijgen? Joh? Ja, daar was iemand mee bezig. Ik heb het zelf niet gedaan, maar het zat stijf aan de lak. Ik ben uur aan het wassen geweest, kan ik me nog herinneren, om het eruit te krijgen. En dit was dit was het duet, hè? Dit was het duet in de Soundmix Show finale. In 1987 stond ik met mijn zus samen in de Soundmix Show finale. Dat was eigenlijk het begin van mijn professionele carrière. Met Henny Huisman. Met Henny Huisman. Bijna 70 wordt hij. Dus, jeetje. Ja, het gaat allemaal heel hard. Hij kondigde jullie aan als computerzusjes. Dat klopt, ja. Wij werkten in die tijd allebei bij Hewlett Packard. En ik in de verkoop en mijn zus als systeemprogrammeur. Dus dat was voor ons ook echt een totaal blanco manier om daar binnen te stappen. We kwamen uit een hele andere wereld. Jullie zongen al wel samen, neem ik aan. Ja, in een bandje bij Hewlett Packard. We hadden een HP-band. Dus als er een jaarlijks feestje was, dan kwamen mijn zus en ik met een paar mensen uit het magazijn en van de financiële afdeling. De een kon een beetje gitaar en de ander kon piano. Dus we hadden een HP-band. Dat was eigenlijk alles wat we tot dan toe gedaan hadden. En toen ineens in die finale op Nationale TV. Ja, dat was een superleuke ervaring, echt. En was dat, leidde dat ook meteen tot meer opnames, de cd of weet ik veel wat? Ja, we kregen meteen Joop van den Ende, die ging zich ermee bemoeien. Die had iets van, we hebben een nieuwe Maywood. En we kregen een platencontract. En ook vrij kort daarna een singeltje in de top 40, Never Change a Winning Team. En ja, Chess heeft uiteindelijk met mijn zus samen, met Lida, een jaar of drie bestaan. Dus dat heette Chess. Chess, ja, want hadden I Know Him zo wel gedaan uit de musical Chess. Oh ja, dat luisterde in de Soundmix Show, ja, dat hoorde je net. En toen dachten we een leuke link om te maken. Dan, oh, kijk hier. Ja, en toen werden we wel een beetje anders weer gestyled. Want ze vonden ze toch dat we bij de Soundmix Show te truttig dat haar hadden. Dus toen in één keer, wap, een beetje Dolly Dots, hè? Eigenlijk. Ja, inderdaad. En ik zag dat jullie ook een duet met Vroger, René Vroger hadden. Want daar hebben we ook een filmpje van. Dit is uit Beauty and the Beast, hè? Ja, klopt. En wat is de aanleiding om dit te doen? Nou, mijn zus die is er op een gegeven moment mee gestopt, na een jaar of drie. En toen is Denise van der Hek, andere zangeres, is in haar plaats gekomen. En ja, dat was toen in samenwerking met het management van René Vroger. En toen hebben we een heel album gemaakt, Oscar-album, met allemaal liedjes uit films en musicals. En ja, Beauty and the Beast natuurlijk uit die mooie film, Disney-film. Die dus, heb je later toch ook zelf gedaan, een rol in... Die Schöne und das Beast in Duitsland, ja, klopt. Ja, dat heet dan Die Schöne und das Beast? Ja, natuurlijk. Dus, maar allemaal hele leuke herinneringen aan. Dat was echt voor mij het begin. En ook lekker dat je dan met z'n tweeën bent. Dat is natuurlijk ook fijn. En het heeft een aantal jaar zo goed gewerkt. Ja. En ook een van de liedjes die je toen samen opgenomen hebt is I Dreamed a Dream. Uit Les Miserables. Les Miserables. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat stond ook op op dat album, op die Oscar-album, zeg maar. En ik wilde toen eigenlijk heel graag een rol in die musical. Dus ik had auditie gedaan, maar ik kwam op de reservelijst. Ah. Ja, wat pest in. Maar ja, ik had wel al het liedje natuurlijk helemaal in mijn hoofd en ik vond het zo mooi. Dus ja, toen heeft de producer hier een duetversie van gemaakt. En dat werd toen ook een grote hit voor Chess. We gaan het gewoon doen. I Dreamed a Dream uit Les Miserables. I dreamed a dream in time gone by.
was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to spelen dit. Ja, echt? Uit Miserabele. Maar ja. Het heeft dat ook voor jou de switch richting musical een beetje? Ja, nou, dus, ja, ik had de smaak toen wel te pakken. En een van de eerste audities die daarna kwam was voor Sweeney Todd van Stephen Sondheim. Oeh. En ja, dat was een uitdaging, want het was veel meer klassiek eigenlijk. Meer een sopranenrol. Dat is ook hier bij de Nederlandse Reisopera in Enschede is het ook geweest. Oh, het is ja? echt zo'n... Zo'n grens tussen is het musical en is het opera. Ja, ja, precies. En ik was zo blij. Daar kreeg ik dus inderdaad die rol. En die heb ik 187 keer gespeeld in de Nederlandse theaters. En dat was een supermooie ervaring. Met Simone Kleinsma en Ernst Daniel Smit naast mij in de andere rollen. En ja, heel veel geleerd in die periode. Hmm. Heel gaaf. En het is niet een heel toegankelijke musical, geloof ik, toch? Nou, Stephen Sondheim staat ervoor bekend dat hij nogal ingewikkeld componeert, zeg maar, voor het algemene gehoor. Dus je moet daar echt fan van zijn. Het zijn ook niet vaak de meest commerciële musicals, maar ja, wel heel bijzonder. Dus het is een beetje cult in de musicalwereld eigenlijk, wat hij maakt. Ja, ja, maar ik hou er wel van. We kunnen er een nummertje uit doen. Dan moet je wel dat hele moeilijke spelen, Henk. Dan weet je wat je aan begint, hè? Oké. Maar... Ja, kan jij, hè? Dat gaan we gewoon doen. Okay. Moet lukken. Ja. Lijster en Distelfink heet het. Jij bent van de vogels ook nog. Dus nou, dat komt helemaal mooi samen. Distelfink, dat is eigenlijk een ander woord voor een putter. En een putter is een klein, mooi, vinkachtig vogeltje. Prachtig. Oh. En die eet heel graag zaadjes van distels. En daarom noemen ze hem Distelfink. Oh. Dat is een heel mooi schilderijtje in het Mauritshuis van zo'n klein van een putter. Maar wist ik niet. Die werd vroeger in een kooitje gehouden en die kon prachtig zingen. Ah, oké. Vandaar. Ja. Nou, even een biologielesje. Ja, dat is leuk.
Luisteren, distelvink, nachtegaal, kwikstaart. Hoe zing jij zo mooi? Hoe kan je zingen zo vleugellam opgesloten in een kooi? Langzaam gek, zit achter een hek dat je nooit ontvlucht. Hoe zing jij zo mooi in een kooi? Hoe zing jij zo mooi? Enzovoort, enzovoort, ja. Enzovoort. Ja, was een soort vogeltje in een kooi, was ik. Dat is wel grappig. Je zat dat echt bovenin. Ja, nou, ik persoonlijk, zeg maar, een meisje dat opgesloten zat in een kooi en daaruit wil en sprak met de vogeltjes. Ja, nou, je ziet echt ook, je hebt een hele klassieke stem eigenlijk. Maar heb jij ook een klassieke opleiding gehad? Of is het allemaal... Ja, ik heb een mix gedaan, zeg maar. Van alles door elkaar. Ik ben begonnen gewoon te zingen. En daarna ben ik wel klassiek les gaan nemen. Maar ik ben nooit meer helemaal kwijtgeraakt wat, zeg maar, aan lichte muziek al in mijn systeem zat. Nee. En dat is wel heel leuk, want dan kan ik het een beetje combineren. Precies, een mooie crossover, ja. Precies. En toen had je de smaak te pakken, want er is nu al een programma op tv van Op zoek naar Maria. Maar jij bent Maria geweest, hè? Ja, bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen in 1995, 96 zo'n beetje. En dat was geweldig om te doen met al die kindjes. En dat is echt heel mooi. Ja, ook weer met Ernst Daniël Smit trouwens, als Von Trapp. Ja, ook mooie muziek. Heel mooie van muziek. De kapitein van de marine van Oostenrijk. Ja, klopt. Ja. Moet ik altijd een beetje... Zo, de marine van Oostenrijk. Ja, Oostenrijk, die grenst ook echt aan de zee. Hè? Oh, ik snap hem nu pas. Oh, ben jij scherp, Henk. Ja, nee, maar er was laatst iemand die zei van... Nee, maar dat was in de tijd van het van Habsburgse Rijk. En toen was er nog water. Toen was het veel groter daar en dan hadden ze wel degelijk een haven. Oh, dus okay. Vandaar. Oké, nou. Komt hij ermee weg? Wat maakt het uit? Ja. Maar een van de... We moeten toch even een liedje doen uit leuk. Soundtrack Music, hè? Ja, er zaten zulke mooie liedjes in. En met de jodelen hadden we ook nog. Jodelen, dat stukje van Hoog op de Berg zat erbij. Ja. Ja, maar wat ik wel leuk zou vinden om te doen, is die... My Favorite Things. En dat heet in het Nederlands... Dat zijn van die dingen waar ik zoveel van hou. Maar gaan we het in het Nederlands doen of gaan we het Engels doen? Ik ben het Nederlands een beetje vergeten. Dus ik vind het Engels ook wel heel leuk. Als okay. Dat mag, nou ja, gelukkig, muziek maakt het niet uit. Nee. Ik bedoel, ga ik het een beetje verjazzen, zeg okay. Maar. Oh. Raindrops on roses and whiskers on the kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels. Bells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Leuk. Wat een goede liedjes, hè? Ja, maar volgens mij stopt die musical ook nooit meer en die film ook niet. Het blijft gewoon oneindig. De bedoeling is, als het straks allemaal weer wat losser wordt en we hopelijk weer naar het theater kunnen, gaat hij weer. Ja. Nou, dat snap ik wel, want het is natuurlijk, afgezien van de film die iedereen met kerst wil zien, natuurlijk ook nog een superleuke musical. Gewoon. Zeker, ja. Cultureel erfgoed, feel geloof good. Ik, zo ongeveer. Ja. Hey, maar toen hadden we elkaar zijdelings wel eens een beetje ontmoet, gewoon hier en daar, maar nooit echt persoonlijk. Maar toen kwam er op een gegeven moment een nogal bijzonder moment. Ja, heel bijzonder moment, onze ontmoeting.
De pianist die zou spelen die avond, die viel uit. En Henk zou, ze vroeg mij alleen synthesizers doen. En, maar we hadden eigenlijk, omdat de pianist uitviel, hadden wij in totaal, ik denk een uur, en we kenden elkaar helemaal niet, om het hele optreden in elkaar te zetten. Dus toen zijn we heel snel naar mijn huis gegaan, weet ik nog. Was vlak bij mij in de buurt, hebben we heel snel allerlei dingen uitgezocht. En dat ging toen zo goed. Daar is eigenlijk de bodem gelegd voor de samenwerking. Maar het is wel, we gaan geen namen noemen, maar dat was wel heel grappig waarom die pianist uitviel. Ja. Die kwam ladderzat, kwam hij binnen. Maar we noemen geen namen. Want ik zou keyboard spelen. Ik zou helemaal geen piano spelen. Ik zou keyboard spelen. En hij kwam binnen ook wel zo dronken dat jij zegt van, nou, daar ga ik niet spelen. Nee, dat ging spelen. Ook echt niet. Hij had dus zo'n verkeerspion op zijn hoofd, weet ik nog. Ja, maar goed. Ja, ongelooflijk was dat. Jij hebt dat prachtig opgevangen en het werd toch helemaal. En dan gaan we zo een liedje van doen wat we daar deden. Maar we moeten nog eventjes terug naar de ontwikkeling van jouw carrière. Want jij hebt op een gegeven moment een platencontract gekregen om een mooie cd te maken met, hoe was dat ook alweer? Nou, het was eigenlijk, na de musicaljaren ben ik eerst moeder geworden van twee prachtige kinderen. En zo'n beetje rond 2000 begon het toch wel weer een beetje te kriebelen. En toen kreeg ik een platencontract aangeboden van Universal Music. Echt een internationaal contract met een heel mooi aanbod om crossover albums te gaan maken. Dus echt die combinatie van pop en klassiek. En dat eerste album was Eternal Woman. En dat, dat werd echt in heel veel landen een succes. En ook platina heb ik een heel trots aan de muur hangen. Dus ja, dat was wel een heel bijzonder keerpunt als solist, zeg maar echt. Ja. En dat heeft je ook buiten de grenzen gebracht. Ja, absoluut. Want we hebben nog een opname van China, dacht ik, hè? Ja, klopt. Ja, ik ben op een gegeven moment inderdaad ook in het Great Hall of the People heb ik een concert gegeven met een Chinees orkest. Dat was wel heel bijzonder, ja. Gaaf. Ja, het was heel gaaf. Nou, het is dan zo leuk als je daar bent om te zien dat muziek is gewoon een wereldtaal, weet je wel? Dus, ja, dat ging daar ook zo snel. Dan ben je meteen ben je heel erg met elkaar. Nou, je hoort ook heel erg gewoon, er zit een beetje klassieke elementen in, hè? Van, ja. Het is toch een beat, hè? Te kaf. En dat is dan. Ja, het is echt een combinatie van het gebruiken van klassiek met een pop arrangement eigenlijk. Ja. Ja, dat is gaaf. Maar je bent ondertussen wel gewoon ook zeg maar allerlei andere liedjes blijven spelen. Hè? Onder andere alleen met piano en zo ook. En dat was dus ook de reden dat we elkaar ontmoeten. Ja, klopt. Ja. En ik kan me nog goed herinneren, dat was heel spannend. Dat het inderdaad, hoe nu verder? Hè? We hadden geen pianist. En toen dat ik zei van, nou ja, ik denk dat ik dat wel kan. Ja. Dus bij jou thuis, want het was in de buurt. Snel even liedjes doorgenomen. En een van was van Jacques Brel, Liefde van Later. Klopt. En dat ging supergoed toen, dat weet ik nog wel. Dus ik zou het heel leuk vinden als u die nu ook kunnen doen. Graag, ja, leuk. Ja? Ja. Oké. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. De wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou.
Ik ken nu al jouw slimme streken. Jij kent al lang mijn heksenspel. Ik hoef om jou niet meer te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet je mij te lang alleen. Misschien was wat ik deed verkeerd. Jij had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Schoon liedje is prachtig, dat toch? En hè? Mooi gezongen, echt. Mooi gespeeld. Ja, dat is fijn om te doen, Jacques ja. Brel. Prachtig. Is dat ook, zeg maar, een nieuw pad dat je ingeslagen was toen? Van, je hebt dat pompeuze van Eternal Woman en dat met ja. dat grote orkest, maar dat... Nou ja, daar zit ook in. Ja, er zitten ook hele grote stukken op die albums, maar er zitten ook kleine liedjes in. En ik heb ook een hele periode samen met Jan Veen samengewerkt. Ook een album meegemaakt. Dat is ook een akoestisch album. En met hem heb ik ook heel veel theatervoorstelling gedaan. Eigenlijk een jaar of vier of zo. Dus daar ontstond dat eigenlijk ook. En ja, het zit hem niet altijd in het hele grote. Het nee. kan soms juist in het hele kleine zitten. En dit soort liedjes, ja, dat is prachtig om te doen. Ook. Er was op een gegeven moment het moment dat Beatrix zeg maar afscheid nam als koningin. En toen was er een programma in Carré. En daar mocht ik toen het orkest voor samenstellen, het programma samenstellen. Toen dacht ik van, dan vraag ik Petra ook om een bepaald lied te zongen wat jij veel zong. Dat was het lied You Raise Me Up. Klopt. Kun je het nog herinneren? Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Het was een heel bijzonder moment eigenlijk. Omdat, dat voor ons, ja, Beatrix, dat was gewoon de koningin. Dus ik vond dat ook best wel een periode dat je afscheid neemt ook soort van iemand, van een bijzondere vrouw. En dat wij daar in Carré toen met een aantal andere artiesten een mooi concert mochten maken. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Ja. En dat werd ook op tv uitgezonden. Ja, klopt. En het ja. mooie was dan dat met name de kracht van Beatrix was ook gewoon dat ze erg troostend kon zijn als er echt heftige dingen waren gebeurd. Ja. Dan kunnen ze hier in Enschede ook van meepraten ja, met die vuurwerkramp. Ja. Dat heeft enorm veel impact ja, gehad. Ja, en met de Bijlmerramp, ik kan me ook herinneren dat ze ook met de kaplaarzen ja. daar stond. Ja, dat is een heel sociaal bewogen en betrokken vrouw. Ja. Ja. En had je van die beelden erachter van dat je dat zag. En dan zong jij dan You Raise Me Up. Ja. Misschien kunnen we er even naar kijken dan. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong.
You raise me up to more than I can be. Dankjewel, Petra. Fantastisch. Dankjewel thuis voor het kijken. En als je er nog geen genoeg van heeft, volgende week deel 2. Henk Ruiter ontmoet Peter Bergen met nog veel prachtig repertoire. Onder andere van Streisand.